Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco... Hey allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over digitale illustratie en dat is waarom ik even niet in beeld ben. Want ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik een illustratie maak als ik op mijn computer werk. Ik heb hier heel veel vragen naar gekregen en het leek me dan ook wel handig om jullie vragen een beetje te beantwoorden in deze video. Terwijl ik dus aan de slag ga met deze illustratie. Dit is een illustratie van mezelf. Ik wilde graag een illustratie van mezelf om te gebruiken op social media. En ik kon er de tijd niet voor vinden, dus dacht ik ga dit gewoon lekker combineren. Zoals je ziet, ik ben al begonnen en ik ga door middel van de vragen die ik nu ga beantwoorden deze video een beetje duidelijk maken. En mocht je hierna nog vragen hebben, dan kun je dat altijd aan me vragen in de comments. Dus, we beginnen met de eerste vraag. Welke brushes gebruik je en wat zijn je favorieten? Nou heb ik een mapje gemaakt met mijn favoriete brushes gewoon voor mezelf. En die zie je hier dan ook in beeld. Daar kun je ook de namen zien van welke brushes ik precies gebruik. Maar ik ga het even hebben over welke pakketten ik het fijnst vind en welke brushes ik zelf heb aangeschaft. Want de brushes die je in beeld ziet, heb ik allemaal gekocht, maar er zijn er ook heel veel gratis te verkrijgen op dit moment. Later meer daarover. Ik heb van Kyle T. Webster, dat is een man die maakt fantastische brushes, echt de beste die er zijn wat mij betreft, heb ik de gouache set gekocht. En dat is omdat ik graag in mijn digitale illustraties toch een beetje dat analoge terug wil laten komen. Dus ik hou van heel veel textuur. En zodat het toch een beetje lijkt alsof het met de hand is gemaakt. En dat is niet om een bepaalde reden. Dat is eigenlijk meer omdat ik het gewoon heel mooi vind. En dat geeft je werk toch een eigen touch. En de brushes van deze Kyle T. Webster kun je op dit moment gratis downloaden. Want zijn brushes zijn zo goed dat Photoshop ze besloot over te kopen. Dus hij werkt nu voor Photoshop en om dat te vieren, of tenminste, dat is denk ik de reden, kun je al zijn brushes gratis downloaden. Dus mocht je Photoshop hebben en denken van, wauw, waarmee zij aan het werk is echt amazing, want dat is het, geloof mij, ga dat dan zeker even downloaden. Ik heb de link in de beschrijving gezet en veel plezier ermee. Ook heb ik een pakket gekocht van Space Ranger. Ik weet niet precies wie de maker is of hoe die heet of waar het precies vandaan komt. Maar ik zal hier ook een link van in de beschrijving zetten. En deze heb ik gekocht omdat die wederom mooie textuurtjes heeft. En je kan er fijn mooie randjes mee maken. Zoals je ziet hou ik niet van heel netjes werken. Ik kras erop los. En ik vind dat juist wel een heel tof effect geven. Dus dat zijn mijn favoriete brushes. Nogmaals, als je precies wil weten welke ik gebruik, het staat letterlijk in beeld. Je kan ze altijd opzoeken als je ze eenmaal hebt gedownload. En wat zijn jouw favoriete brushes? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Want ik ben altijd op zoek naar mooie die ik ook kan gebruiken. Dus laat het vooral hieronder weten. Dan gaan we door naar vraag 2. Wat voor software gebruik je? Zoals je waarschijnlijk al hebt kunnen zien, ik gebruik Photoshop. En dat gebruik ik echt al zolang ik me kan herinneren eigenlijk. Mijn vader had een versie van Photoshop ergens in 2005. En die stond op mijn computer. En ik ben een beetje gaan aanklooien ermee. En sindsdien ben ik er nooit meer mee gestopt. Dus zolang ik me kan herinneren, gebruik ik om te illustreren Photoshop. En ik kan me voorstellen dat je denkt van, daar kom ik nooit aan. Dat is allemaal veel te duur. Je kan het natuurlijk op een andere manier verkrijgen, maar dat raad ik niet aan. Maar goed, dat is dus waar ik in werk en dat vind ik gewoon het fijnst. Het ziet eruit als een heel ingewikkeld programma en dat is het ook. Maar ik weet zeker dat als je een aantal tutorials volgt voor de dingen die jij graag wil leren, dat je er zo uitkomt, want de principes zijn heel simpel. En het is gewoon een mega fijn programma om mee te werken. De volgende vraag is, hoe krijg je textuur in je digitale werk?
En nou heb ik het er net al een beetje over gehad. Ik creëer dus textuur met mijn brushes. Ik zorg ervoor dat ik brushes gebruik die gebaseerd zijn op analoge technieken. Zo heb ik dus bijvoorbeeld in dat pakket waar ik het net over had, gouache brushes. Maar je hebt ook potloden, noem het maar op. Niks is gek genoeg en het zit wel in dat pakket. Ja, zo ben ik een beetje gaan spelen en heb ik dus mijn favorieten uitgezocht. Op die manier kan ik mijn texturen creëren. Wat ik ook altijd doe is de achtergrond die je nu bijvoorbeeld ook ziet, die is donkergroen. Helemaal egaal en dat vind ik altijd een beetje saai. Dus wat ik altijd doe is, ik heb hier dus ook een brush voor. Maar je kan ook bijvoorbeeld op internet gewoon een textuur opzoeken. Ik pak altijd een soort dust brush. Dat zorgt voor een beetje een vintage effect. Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen, maar je ziet het natuurlijk op het beeld. En dat geeft het wat meer diepte en ja, wederom textuur. En dat vind ik gewoon heel mooi. Maakt het beeld wat interessanter en wat minder plat, als je het mij vraagt. De volgende vraag is, wat voor tekentablet gebruik je? En daar kan ik heel kort en krachtig over zijn. Dat is gewoon een heel simpel tablet van Wacom. Mijn uitvoering is de Bamboo uitvoering en die is echt heel oud. Die komt geloof ik, nou ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik denk dat ik hem 8 jaar geleden misschien heb gekocht. Het is dus echt niet het beste van het beste, maar je kan echt met alles mooie dingen maken als jij het maar wil en er veel op oefent. Ik heb nooit problemen gehad met dit tablet. Het is een vrij klein tablet, maar dat vind ik heel fijn. Omdat als ik ergens anders wil werken, kan hij echt super makkelijk mee. En er zitten dus helemaal geen speciale dingen op of wat dan ook. Er zit een pen bij en that's it. En als laatste de vraag, waar gaat je voorkeur naar uit en waarom? Mijn voorkeur gaat uit naar digitale illustratie. En dat is puur omdat ik daar veel meer mee kan. Je kan fouten beter verbeteren. En je kan veel meer proberen zonder telkens opnieuw te hoeven te beginnen. En dat is echt super standaard misschien. Maar dat is gewoon waarom ik het fijner vind. Ik vind analoog werken ook wel heel leuk. Maar meer voor een beetje schetsen, materiaal uitproberen. En soms combineer ik het. Dus dat kan ook. Maar mijn favoriet is digitaal. Nou jongens, dan was dat alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mij te zien tekenen. En mocht je dus nog vragen hebben, dan mag je die altijd hieronder achterlaten. Want ik zou zo een deel 2 kunnen maken met al jullie vragen die ik nog over heb. Dus als jullie dat leuk lijkt, laat het vooral even weten. En ja, dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video. Abonneer je vooral als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ondertitel ook alle video's voor mensen die geen Nederlands spreken. Dus je kunt al mijn video's gewoon volgen. En dan hoop ik je volgende week weer te zien. Doei doei! Bye-bye.